Vanwege slechte weersomstandigheden kan er nog geen asfaltlaag worden geplaatst op de weg naar Rikano-Moffo in Mungo. Gisteren is het startsein gegeven en journalist Richelle Maknak was ter plekke. Dave van der Lee, directeur van het aannemingsbedrijf Tjongalonga NV, zegt dat bij betere weeromstandigheden zij gelijk zullen beginnen met het plaatsen van de asfaltlaag. Het startsein is gegeven met het aanbrengen van de funderingslaag. Bij betere weersomstandigheden zal Tjongalonga de eerste wegtrekking direct asfalteren en dat beloof ik. In het kader van het Nationaal Infrastructuurprogramma heeft Tjongalonga NV van de regering opdracht gehad voor het rehabiliteren en asfalteren van een aantal wegen in het district Marowena. Hierbij is gekozen voor een design, construct en finance principe. Het totale project voor het asfalteren van de weg is begroot op, van de wegen is begroot op $20 miljoen. Momenteel zijn er twee locaties in uitvoering, waaronder de weg naar Rikano-Moffo, de Mungo en 5 kilometer aan wegen op het Anjumara-project, de Albina. De weg naar Rikano-Moffo. De weg loopt vanaf de Julianaweg tot en met het dorp. De totaallengte van de weg is ongeveer 9,5 kilometer. De ontwerpbreedte van de weg is 5,5 meter. De weg is ontworpen voor een 8 tons atlasweg. En de totale kosten voor het aanleggen van deze weg zijn begroot op $7,5 miljoen. Vice-president Ronnie Brunswijk was teleurgesteld met het nieuws dat er niet direct een asfaltlaag geplaatst zou worden. Maar hij hield de bewoners van het gebied voor dat er geen strijd gevoerd kan worden tegen de natuur. Maar we bibi, dat die, nou we bibi, de president die opdracht, aan je teken. En zou teken, wat hij deed, aan de zeker dat hij, kon je jij niet. Ja toch, afiat, gif, abigiman, en dat kwam je minister raad, dat lauw de minister den idee, dat hij akkoord, dat na vice-president dat teken. Dat we die manier uitvoeren. En nu nog de via de gie. En nou de zeker dat ik naar weer gewoon toe. Maar de zeker dat ik pas op asfalteer. Ja toch? Pas op asfalteer, Warika. Pas op jonko van jonko. Hij asfalteer. President Chandrika Persat Santokhi zegt dat de asfaltering van de weg geplaatst moet worden in het perspectief van de verwachte ontwikkeling van Marowena. Het is de bedoeling om overal in het binnenland wegen aan te brengen. En dit is nou wat de passie zou hebben bespreek een paar maanden geleden naar regeringstop. Een passie moest asfalteren. Morgen passie op asfalteren. Een passie gaat niet konderen om asfalteren. Een passie vanaf een stuurmeer telegaat drie tabiki om moest asfalteren. En zo morgen passie de. Maar nogmaals, hoe ben ik voor spaar? En nu aan money voor IMF ICOM. En nu aan money voor Wereldbank ICOM. En nu aan money voor Inter-American Development Bank ICOM. Dan morgen ontwikkelen ICOM. En zou beloof, zou promissie. Fossa verkiezing. Alla de Sani wil realiseren. Kan dat nog 100%? Maar zeker 80% wil realiseren voor de Sani. President Chandrika Persat Santokhi gisteren in Mungo bij de start van de asfaltering van de Wilfred Roland Vervuurdweg, beter bekend als de weg naar Rikano-Moffo.